Het oude Rabobankpand aan de Zwaluwlaan wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Volgens bewonersvereniging Hargplein Ketel moet er nieuwe parkeerplekken bijkomen als er nieuwe buurtbewoners komen. Omdat de parkeerproblematiek nu de spuigaten uitloopt. Wij hebben aan de gemeente onze zienswijze kenbaar gemaakt. Waarin wij zeggen dat we heel erg bang zijn voor overlast, parkeeroverlast, door de aanbouw van 9 appartementen hier. Kijk, dat dat pand verbouwd wordt, daar zitten we niet mee. Het ziet er heel mooi uit. Maar er komen 9 appartementen en die brengen idem zoveel meer auto's op het plein. En er is al heel veel parkeeroverlast doordat de Blauwe Brug is afgebroken. Dat betekent dat heel veel activiteiten die daar plaatsvonden, die vinden nu in de Ark plaats. Die mensen komen allemaal met de auto. Hoewel de Ark vraagt, wil je alsjeblieft met de fiets lopend komen of ergens anders parkeren. Maar ja, mensen gaan op bezoek in de Ark en willen hun auto voor de deur kwijt. Mensen die hier aan de overkant bij Albert Heijn kunnen parkeren, doen dat heel veel niet. Omdat mensen vinden het kennelijk eng om een parkeergarage in te rijden. Dus heel vaak zie je hier geparkeerd staan auto's waar mensen uitstappen met boodschappentassen die naar de overkant gaan. Om daar boodschappen te doen en dan lekker hun auto hier neerzetten. En dan is er ook nog het probleem dat we hebben de nieuwe Harg. Dat is het flatgebouw wat hier nu al een flink aantal jaren staat. Alle bewoners daar hebben een eigen parkeerplek in de ondergrondse parkeergarage. Daar moet je heel stijl en met een hele scherpe bocht in. En het is een seniorencomplex, dus je begrijpt, er zijn dus wel wat mensen die zeggen van ik ga er niet parkeren. Het zijn er niet heel veel, maar ook die belasten dus het plein. Ondanks de zorgen van de bewoners zijn er dus wel een boel parkeerplekken in de garages in de buurt van de Zwaluwlaan. Maar volgens hen zijn die dus helaas niet gericht op de lokale doelgroep. Mensen willen graag voor de deur parkeren, mogelijk door een angst voor de parkeergarages. En we hebben in de tijd een inloopmiddag gehad hier in het pand. Daar was een verkeersdeskundige van de gemeente die zei, nee hoor, er is voldoende parkeerplek, want we hebben dat opgemeten. Ja, dan zijn ze dus niet geweest op een moment dat bijvoorbeeld er iets in de Ark te doen was. Bij navraag geeft een woordvoerder van de gemeente Schiedam aan dat er in 2020 een gemeentebreed parkeeronderzoek is gehouden. Met peilingen op verschillende momenten van de dag. Ook zal er een nieuw parkeeronderzoek worden uitgevoerd om een zo actueel mogelijk beeld te scheppen. Ik ben zelf met kerstmis thuis gekomen van een familiebezoek. En ik moest op de Schiedamse weg gaan parkeren, want er was niet één parkeerplek beschikbaar op het Hargplein. Ja, dus wij vrezen toch dat het erger gaat worden als er hier 9 appartementen komen.